Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, er is weer superveel gebeurd in aflevering 2 van zaterdag. En in deze video bespreken wij weer alle nieuwe hints en theorieën die zijn gevonden. Allereerst een hint die rondgaat door Mol Talk. In opdracht 1 moeten de kandidaten allemaal mini-opdrachtjes uitvoeren. Eén daarvan is de dobbelstenenopdracht waarbij ze alle dobbelstenen op één moesten gooien. En wie presenteert het talkprogramma op één? Welmoed. Is Welmoed de Mol? De titel van de aflevering was Zwijgen. Hiervoor heb ik twee theorieën. Theorie nummer 1. Freesia heeft deze aflevering heel weinig biechttijd. Net zoals vorige aflevering. Daarnaast is ze heel erg stil tijdens de voorrondes van een bepaalde opdracht. Bij opdracht 1 is ze bijvoorbeeld heel stil en dan zegt ze bijna niks. En dan in opdracht 2 is dat bijna hetzelfde zo. Zwijgt Freesia hierdoor? Theorie 2. Als we naar de testresultaten gaan, dan horen we van 4 kandidaten niet op wie zij zaten tijdens hun test. Is een van deze kandidaten de mol en zwijgt hij of zij? Wat ook de afleveringstitel is van deze aflevering. Dan was het nog verdacht van Kim Lian dat ze ineens een slok nam uit de pot die gevuld moest worden met water. Dit kan een molactie zijn, maar kan ook zijn zodat de makers haar proberen verdacht te maken. Want dit shot zit letterlijk in beeld. En als zij de mol zou zijn geweest, dan zou dat denk ik niet letterlijk in beeld getoond worden. Dan nu nog een theorie over Sahil en Kim Lian. In aflevering 1 was de sleutelpositie in opdracht 1 bij het groepje aftroeven. Want daar werd er geld verdiend, zeg maar. En daar konden ze bepalen hoeveel jokers er werden weggekocht. In deze aflevering was het groepje binnenbereik de sleutelpositie. Want zij konden opdrachten nog aanpassen of ze konden het geld makkelijk wegmoffelen. En weet je welke twee kandidaten hier allebei in deze twee afleveringen op de sleutelpositie zaten? Sahil en Kim Lian. Misschien is een van hen wel de mol. En hebben ze ervoor gezorgd dat ze in beide afleveringen op een sleutelpositie staan. Tot slot is de man die bij Welmoed en Sahil op de foto staat wel erg vergelijkbaar met Sahil. De opdrachttitel was vergelijken. Vergelijkt Sahil zichzelf hier als mol? Oké, dan nu even de testresultaten van de aflevering. Glenn, de afvaller, zat op Thomas en Sahil. Thomas stond echt bovenaan met vlag en wimpel. Maar ik heb na het theaterspel Sahil op de lijst gezet. Freesia zat op Sahil. Sahil blijft gewoon verdacht. Thomas zat op Sahil, Glenn, Arno, Hila en een klein beetje op Kim Lian. We spreiden over Sahil, Glenn, Arno. Die drie zeker. En dan denk ik Hila en heel misschien Kim Lian. Letitia zit op Sahil, Thomas, Kim en Welmoed. Sahil, Thomas, Kim. Of het is Welmoed. Everon zit op Kim, Sahil en Thomas. Kim op Sahil. En ik ga op Thomas. Welmoed zit op Thomas, Sahil en Kim. Thomas, Sahil en Kim Lian. En over Sahil, Arno, Kim en Hila is er dus niks bekend. Wat te maken kan hebben met de afleveringstitel Zwijgen. Kijk, met zo'n tweede executie is de kans redelijk klein dat je eruit gaat liggen. Dus als je een beetje goed spreidt, dan ben je eigenlijk vrijwel verzekerd van een plekje. Goed, dan nog even iets anders dan Wie is de Mol aflevering 2. Op 13 maart staat de Wie is de Mol fandag weer voor de deur. Dus meld je snel aan via de AfroTools website, zodat jij er ook bij kan zijn. Tegen die tijd zal ik nog een kleine reminder plaatsen in mijn video. Zodat je ook op de hoogte blijft van de ontwikkelingen met corona en alles. Nou, tot zover deze video. Heb je nog een hint en theorie? Laat hem weten in de reacties. Of via mijn Instagram pagina Wie is de Mol Pro. Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Doei doei!